Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Sam heeft, oh, ze hebben eigenlijk allemaal vannacht gespookt. Dus ik wou eigenlijk zeggen, Sam heeft gespookt, Leon heeft gespookt. Jo, die ligt nog te slapen, maar die heeft ook gespookt. Dat, ze hebben gewoon allemaal gespookt. Leon is met Kinect spelen. Sam, nee. Die is nu boos. Maar dit is echt even voor Liam. Gewoon even zijn eigen ding kunnen doen. Hij vindt dit leuk om te doen. Om te onderzoeken. Dus daar is hij nou mee bezig. En ja, kijk maar even. Ik heb 2 dozen Kinects heb ik staan. Dus ik heb er wat uitgezocht wat hij kon pakken. Dus dat. Wat wil ik vandaag allemaal doen? Ja, eigenlijk best veel. Maar we gaan zien of het allemaal lukt. Ja, meer kan ik er niet op zeggen. Ik heb wel gewonnen. Dat kind slaapt. Hij is net wakker. En hij heeft nog niet geslapen, maar hij zal ook niet slapen. Ik ben de hele tijd al bezig. Volgens mij is mijn beeld weer ruk. Beter. Ik ben de hele tijd met Liam bezig geweest. Oh mijn god, zeg. Maar goed, ik ben, hij slaapt nu ongeveer een half uurtje. En voor mijn gevoel heb ik gewonnen. Maar goed, ik ben bezig met het eten voor straks. Ik maak pilaf. Tenminste, ik heb geleerd dat het pilaf is. En dat is mijn perzik in ieder geval. Dus ja, ik ga het maken. Oké, pilaf. Ik maak natuurlijk de verkaasde pilaf. Zo moet je het wel zien. Dit is een recept dat een vriend van mijn vader wel eens maakte. Je kan het met kip maken. Ik maak het in dit geval met varkensvlees. Half en half gehakt. Dus ja, daarom zeg ik de verkaasde versie. Het komt volgens mij oorspronkelijk uit Turkije of zo. In ieder geval daar ergens vandaan. Dus ja, laten we de verkaasde versie van pilaf maken. En met verkaasde versie bedoel ik natuurlijk ook echt de verkaasde versie. Macaroni stroganoff. Dan vraag je je eigen af waarom. Je wil een stroganoff smaakje. En die heeft deze verpakking. Je kan ook, gewoon opzoeken hoe dat zeg maar de kruiden van stroganoff zijn. Daar heb ik geen zin in. Zoals ik al zei, we maken de verkaasde versie. De simpele versie. Niet te moeilijk doen. Lekker makkelijk. Oké, waarmee beginnen we? Ik heb een beetje olie. Knoflookolie en een beetje boter in de pan gedaan. Daarop gaat, dit is 350 gram ja, varkensfilet. Je kan het ook van die filetlapjes alle minuut kun je pakken. Je kan alles pakken uit de varken. Je kan het ook met kip doen, hè? Dus dan doe je gewoon 350 gram kipfilet of kippendijfilet of wat je maar wilt. Het is eigen fantasie. Juist, van de bak. Oké, okay. Nou, dat zit er dus in. Dus dat ga je bakken. Wat er nog meer bij gaat is gehakt. 450 gram. Je kan dit, je kan het kippengehakt pakken. Wat je wil. Verzin iets. Echt. Hoeveel gram is dit? Volgens mij 300. Yep, 300. Ja, dat ga je allemaal bakken. Je doet gewoon de gehakte tussendoor rollen. Nou, tot zover snappen jullie het nog, toch? Als het al gebakken is, ziet het er zo uit. En ja, wat ga je er dan bij doen? In dit geval doe ik er champignons bij. Hoeveel champignons is dit? Ik heb geen idee. Ik doe het maar wat. Ik heb echt daadwerkelijk geen idee. Ik heb een groot bakje gehad. Ik had er nog eentje over voor de helft. Misschien in totaal 1 bakje van 400 gram. Zoiets. Kan. Kan ook zijn dat minder is. Kan ook zijn dat meer is. Eigen fantasie. Dat heb ik ook gedaan in dit geval. Nou, dan ga je er lekker doorheen bakken. Hè?
En nogmaals, dit is niet de officiële pilaf. Nee, dit is de verkaasde pilaf. Nou, of dit wat gebakken heeft. Ziet het er zo uit. Oh ja, let trouwens niet op al die rommel. Ik heb kinderen. Die zijn vervelend. Daar gaat erbij. Een gewasje prei. Hoppakee. Gewoon één prei is dit. Je kan er twee in doen. Zoals ik al zei, het is verkaasde pilaf, dus het is nooit de officiële pilaf. Nou, dan gaan we er ook even doorheen bakkeren. Onthoud dat dit dadelijk nog even gaat pruttelen. Dus uiteindelijk maak je het vanzelf wel gaar, hoor. Jordi is hierheen aan het verhuizen. Je moet daar blijven, vriend. Dan heb ik bevroren erwten. Als je erwten uit een pot of uit een blik doet, hoef je die er nu niet bij te doen. Die is op het laatste moment erbij. Maar dit zijn bevroren erwten, dus die gaan er nu in. Moet je natuurlijk niet langs flikken. Nou, dan ga je even natuurlijk mengen. En als je dat gedaan hebt, als het er zo uitziet, deze manier zo, dan gooi je er tomatenpuree bij, roer je om. Dan doe je tomatenblokjes erbij, roer je ook om. Nou, als je die stap hebt gedaan, ziet het er zo uit. Dan laat je heel even een beetje pruttelen. Ondertussen pak je dit. Kijk, je kan natuurlijk ook gewoon opzoeken, zoals ik al eerder zei. Hè? Maar ik ben lui, ik ben moeder van 3 kinderen. Ik dat. Dus, ja. Hier staat op 500 milliliter water, maar dat gaan we niet doen. Want er zit al wat vocht in, dus wij doen 400 milliliter water. En dan zou je denken, ze doet het in de pan. Nou, dat doe ik niet. Ik doe het gewoon zo, huppakee, tadaa. Dat. Je kan het op mijn oma's manier doen, je pakt een vork en je gaat het doorroeren, maar ik doe het toch op de, ja, andere manier, niet te veel werk doen, dat. Ja, dan roer je dat door, ruikt schroomkanoopachtig. Dan heb ik nog 2 zoete paprika, knal je er ook even in. Die kun je ook nog altijd mee bakken, zeg maar, voor voorhand, maar ik heb Jordi. En die zit met velletjes, dus het velletje mag in principe niet zo hard losgaan, dus ik roer er altijd later doorheen. Dan pak je je mengsel en dan hoppakee. Dan kijk je even, is die goed leeg? Een heel klein beetje water erbij. Hoppakee. Tadaa! Mijn kind kan de was doen. Je hebt de saus in principe al af. Nou, dit gaat heel even koken. En dan kun je altijd nog meer water eraan toevoegen als je dat wil. Oeh, ruikt lekker. Ja, dit is wel zoals ik het ken ongeveer. Ik kan er altijd van genieten, van eten ruiken. En pilaf zou geen pilaf zijn zonder dit. Dus ja. Nou, dan als alles een beetje ingekookt is, ziet het er zo uit. Een beetje wat dikkere saus.
Ma. Ik zei al, je kan er altijd nog wel water bij doen. Dan zet je het vuur even zacht. Dan... trek je natuurlijk het blik open of pot. En je kan ervoor kiezen, zoals ik nu ga doen, om ze nog een keer door een halve te doen. Dus dan heb je een kwart perzik. Maar ik heb kinderen, dus ja, hè, je moet een beetje op zijn kinders nadenken. Maar je kan het ook nog in stukken doen. Je kan het heel erin doen. Het kan allemaal. Dus ik ga even die perziken doen. Dit ziet er zo uit dan. Dit ga je doorroeren. Maar ondertussen dat je het doorroert, gooi je ook wat zacht erbij. Lekker! Gewoon een scheut doen. Je roert het door. Je kijkt even wat je nog meer wil. Je doet eventjes vingernat maken en in de lucht. Om te kijken van, is dit het? Is dat het? Nou, ik vind dat er nog wel wat bij mag. Kijk, als hij dan nog te dik is, kun je er altijd nog wat water bij doen. Maar, naar mijn idee is dit dik genoeg. En ondertussen blijft het gewoon lekker pruttelen, want je moet die echtjes gaar krijgen. Of in ieder geval warm. Taste test. Mag nog iets meer saus bij. Of sap. Mag iets zoeter. Hallo allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaat mijn lesje over het lichaam. Iedereen heeft een lichaam. Jullie ook. Nog een keer proeven. Volgens mij ben ik er. In zoverre. Doe er nog een heel klein beetje bij. Ondertussen zijn die perziken lekker onder het zacht ook. Of onder de tomatenspul. Chipsel. Chipsel. Dinges. En dan ziet het er zo uit. Lekker. Dit eten we met rijst. Hoe ze dat verder allemaal eten, weet ik niet. Maar wij doen dat met rijst. Dus ik hoef straks alleen nog maar even rijst te stomen. En dan ben ik klaar. Dan kunnen we eten. Kijk, ik heb natuurlijk de verkaasde pilaf editie. En ik weet dat het anders hoort. Maar dit is wat ik had. Dus vandaar dat ik het zo maak. Maar zoals ik altijd zeg, koken is je eigen fantasie. Echt. Gebruik die ook. Want je maakt de lekkerste dingen zo. Oh, en nu ga ik heel snel eventjes Jordi's luier doen. En dan opruimen weer. Ik opruim met de kraan open op. Ja, dus op een gegeven moment heb ik het een opgeruimd, draai ik mij om, kan ik het met de ander beginnen. Maar goed, ik ga eventjes opruimen en mijn podcastje verder luisteren. Good morning! Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Ze vielen er vanaf. Ik weet ook hoe het komt. Dat is gewoon een hormonaal probleem bij mij. Als dat gebeurt, dan... ja. Dus, ik heb ze even gedaan met andere tips. Dat. Ik moet er ook nog steeds een video over... maar dat ga ik binnenkort doen. Ik wil er nog iets zeggen. Oh ja, Niels die is met onze auto weg. Want er moest iets aan gedaan worden.
ook zo. Sorry, als jullie oortjes in hebben. Sorry, sorry, sorry. Ik ben verkouden. Al even hoor. Dus ik ben vanochtend alleen met de kids. Nee. Ik moet nog douchen straks. Dat hoef jij niet te regelen voor mij, hè? Ga je zingen? Ik presenteer jullie bij deze de Bambix Bende Band. Lijkt op de Kelly Family, maar dan kleiner. Ik ben weer iets aan het doen hoor. Ja, ik ben weer iets aan het doen. Ik had gisteren cake gebakken, omdat ik gisteren eigenlijk cakepop zou gaan maken. Ik had alles ervoor gehaald, maar dat kalf was aan het vervelen. Dus ben ik niet aan toegekomen. Ik had al de cake al gemaakt. Dus ik dacht, nou dan doe ik dat vandaag even. Nou, prima. Ik had alles in huis gehad. Joef, ga nou eens fietsen. Ik ben niet op de rotzooi, want ik ben hier aan het rommelen en dan heb je rotzooi. Ik had gewoon even gauw op internet gekeken. Ik denk, nou ja, hè. Ik heb mijn spul gehaald en weet ik het allemaal. Maar ja, ik ben gewoon niet goed daarin. En de afmetingen zullen ook wel niet naar wens zijn van iedereen. Maar goed, hè. Het lijken drolletjes. Deze heeft te veel melk gehad. En deze, ja, ik weet niet wat ik ervan moet maken. Dus dat. Ik ga ze nu in de koelkast zetten. En we gaan kijken wat er van komt. Ik laat ze denk ik een uurtje of zo in de koelkast staan. En dan heb ik van alles om te decoreren. Ik heb chocolade voor smelten. Ik heb Nogatine shit. Ik heb dit. Ik heb dit. En ik heb dit. Ik zal wel een heel eind komen. Het zal er wel uiteindelijk goed smaken. Want ik proefde het net. Ik denk, oh, het is niet vies. Dus het is goed. Maar ik ben hier niet voor gemaakt. Ik kan gewoon bakken, appelvlaai, dat soort dingen allemaal. Maar hier ben ik niet voor gemaakt. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn. Het is de eerste keer dat ik dit maak. Dus, ja. We gaan ons best doen. Hij heeft iets gesloopt en hij denkt steeds dat ik het kan maken. Maar ik zeg, het heet papa is automonteur. Ja? Maar mama is speelgoedautomonteur. Nee, papa is automonteur. Papa kan dat maken. Ga papa maar mama even. Maken. Liam. Mama maken? Liam. Goed. Liam. Nee. Wie moet die maken? Wie moet die maken? Mama. Papa. Mama. Papa kan dat maken. Papa is automonteur. Mama. Papa. Wie doet hem maken, Liam? Mama. Papa kan dat maken. Mama kan dat niet maken. Mama is geen automonteur. Mama, zeg maar mama. Doe mama maar even. Papa. Mama. Zie je? Nee, niet mama. Mama kan dat niet maken. Ik ben niet bang. Ik ben Mickey. Nee, papa. Ik ben van het eten. Papa is van de auto's. Mama, doe even maken. Ja! Mama kan niet maken. Mama kan echt niet maken. Mama gooit hem in de vuilnisbak. Ja, jij moet trouwens even zoeken waar de rest is. Ja. Update.
Hij doet het steeds meer. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten. Mooi verhaal. Nee, niet doen. Niet stukjes afbijten. Nee. Niet dat dat lukt, maar goed. We gaan even verder discussiëren hier. Niels is even met Liam op pad. Moest even een paar dingetjes van de winkel hebben. En ik ben ondertussen aan het klooien met heel die cakepop shizzle. Het ziet er niet uit. Echt, ik zweer het je echt. Het is dat het in je maag komt. Echt prima. Het ziet er zo uit. Ik krijg het niet fatsoenlijk. Ik ben hier niet voor gemaakt. Echt niet gewoon. Maar hé, we gaan door. Liam vindt het vast wel geweldig wat mama heeft gemaakt. Dus laten we het doen. Hey, ik ben hier niet goed in. Bekritiseer mij niet alsjeblieft. Doe mij maar gewoon appeltaart, appelvlaai, cake en dat soort dingen maken. Ik ben niet gemaakt voor patisserie-achtige dingen. Echt niet gewoon. Er zat een balletje onder mijn nagel. Maar hè. Het is zoals het is. Ik had witte shizzle. Die was alweer koud. Dus ja. We doen ook maar wat, hè. En het valt er gewoon weer af. Jezus. Echt. Blijf erop zitten. Blijf erop zitten. Dit wordt toch gewoon één groot smeerboel. Ben hier niet goed in. Nou, het... zoiets, denk ik. Maar het gaat eraf vallen, kijk maar. Dat dus. Dus ik zet ze maar op een kop. En ja, het gaat erom dat het in een maag komt, toch? Ik ben er niet voor gemaakt, echt niet. Oh, Liam is er alweer. Ik zal daar kwasmuller worden voor hem. Nou, zijn jullie niet trots op me? Dit is het geworden. Weet je gewoon wat het wel is? Oh, ik heb zelfs hier chocola zitten. Schandalig. Maar weet je wat het wel is? Liam zit met smaak te eten. Oh, kijk, heb je ook chocola? Ik zal het eens even laten zien. Kijk, hij zit met smaak te eten. Daar geniet ik dan weer van. Dus ja, en wat Niels natuurlijk ook tegen mij zegt is... Hallo, het wordt opgegeten. Niemand die het dadelijk meer ziet. Ja, maar ik weet het. Ja, daar heb ik geen last van, zegt hij. Oké, prima. Dus, ja. Mijn kinderen zijn er in ieder geval blij mee. Ja, Jordi wil dit allemaal nooit. Dus die geven we dit ook niet. Maar misschien dat Sam dadelijk nog wel wat lekkers wil. Nou, you make it weer mee, hè? Jazeker. Liam en Sam waren buiten aan het spelen. Niels die was eventjes voor mij mijn bestelling van de kruidvat aan het uitpakken. Want ik had weggooi washandjes en alles voor Jordi en bla 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 allemaal besteld. Luiers, sluitdoekjes, dat soort dingen. En in één keer horen we gegil. Zit Sam met een bloedneus. Hij is hier op bij zijn... Joef, ga nou eens weg. Hij is bij zijn neus hier zo ergens opgevallen. En het bloedde als een rund. Dus ik heb het gestelpt. En gekoeld. Daarna gelijk even iets opgesmeerd voor zwelling en alles. En hij is nu weer rustig. Maar niet tof. Niels heeft Liam nu even meegenomen. Want Liam is al de hele tijd aan het koeieneren. En ik ben gewoon heel eventjes tot hier daarmee. Dus ja, dat kan, dat mag. Ik haat het kind niet of zo hoor, dat absoluut niet. Maar het zit me gewoon heel even helemaal tot hier. Hij heeft geen ritme, dus ja. En ik kan hem ook geen ritme in die zin geven wat hij nodig heeft naar school gaan, dat soort dingen. Dus ja, hij heeft dat gewoon nodig om zijn energie ook kwijt te raken, et cetera. Dus ja, dat. Dus we gaan Sam maar even in de gaten houden. Nou is het niet zo dat ik hiervoor naar de huisartsenpost ga of zo hoor. Want dat kan. Ik stoot zelf ook wel ooit eens iets. We houden hem gewoon in de gaten. En als we het niet vertrouwen. Hè?
Heb je nou niet een platte, dikke neus? Wil jij op de drukken? Ja. Dus dat. Noora, lekker eten. We hebben frietjes. Niels' frietjes halen. Want ik zeg tegen Niels, ik heb zoveel te doen. Ik ga nou niet koken. Morgen zie ik wel weer verder. Maar ik heb vandaag nog heel veel te doen. Dus Niels is dat doen. Ik heb de vaatwasser alweer aan staan. Ik heb was alweer gedaan. Ik heb bedden verschoond. Ik heb van alles gedaan. Een hele goede morgen. Ik ben bezig met het ontbijt. Ik heb deze even van stal gehaald. Doe die maar pakken. Goed zo. Niet in je mond, Liam. Liam, niet in je mond. Goed zo. Aan het oortje draaien. Moet je aan het oortje draaien. Hier. Hier. Deze, Liam. Draai het aan het oor. Mama houdt ze wel bezig in de vakantie. Daar is ook nog een balletje. Goed zo! Zoek de balletjes! Hebben wij even onze handen vrij om even ontbijt te maken? Ik ben hard aan het werk en Mandy zit weer niks te doen. Oh nee, dat was andersom. Nee, de stof, ik heb straks al het zand weggeveegd, dus nu is er geen stof meer voorlopig. Dus dan is het tijd om mijn ramen te doen. Toch, Mandy? En dan kunnen we er weer doorheen kijken met al die vieze kleine kinderhandjes. Hier hebben we ons zitje weer normaal geïnstalleerd. En daar zijn de twee kleine etters. Die zitten lekker op de glijbaan. Kom maar zwaaien, Lia. Hi. Niet zwaaien. Heb je daar een kruiwagen? Heb jij een kruiwagen gekregen van mama? Ik wil een kruiwagen. Wat doe je dat vertellen?
Nou, we hebben de aflevering van Alberto Stegeman gezien. Ja. Wat vind jij van deze hele situatie? Ik word er gewoon verdrietig van. Ja. Ik hoop niet dat ze ooit met mijn kind zo omgaan. Nee. Dat hoop ik ook voor degene die daar zo doet. Nou. Ja, dit is verschrikkelijk. Wederom, mocht jij of iemand in jouw directe omgeving mishandeling ervaren, ga je mee naar iemand die je vertrouwt en ga je hierover praten, zodat er hulp kan komen. Mm-hmm. Toch? Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik nog wou zeggen. Ik hoop deze upsen dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.